Welkom trekkerbroeders bij deze laatste video. Deze video bestaat helaas uit twee delen. Deel nummer 2, wat jullie straks gaan zien, is ik heb meegedaan aan een sterkste manwedstrijd. Ik heb hier niet voor getraind, het is geen professionele wedstrijd. Ik ben helaas net aan vierde geworden, dus net buiten de prijzen, maar... De belevenis, de ervaring was echt gewoon fantastisch. En ik wil volgend jaar ook weer meedoen. Wout Zijlstra, oud sterkste man. En daarna sterkste man van de wereld. Back in the days. Die heeft het georganiseerd. Fantastische presentator, hartstikke gezellig. Leeft echt met, spreekt en leeft echt met passie voor het vak. Het was al met al een super leuke dag. Ik heb dit samen gedaan met Mitchell, dat is een maat van mij, die hebben jullie ooit wel eens een keer misschien gezien in de vlog, hoe dan ook. Wat jullie in de video gaan zien is eerst een onderdeel wat hij deed en daarna doe ik hetzelfde onderdeel en zo gaan we heel de video verder. Dat is in ieder geval een positieve afsluiten van deze video, want jullie weten het, ik probeer toch altijd alles positief te houden en wat meer te geven aan jullie. Het slechte nieuws, ik pauzeer YouTube. Dat is een lastige keuze voor mij, want ik vind YouTube fantastisch. Het is hartstikke leuk om te doen. Pas had ik nog een reactie van een man van 56 en dan denk ik... Wauw, weet je, er zitten jongens van 12 tot mannen van 56 die naar mijn video's kijken. Ik heb pas antwoordde ook nog iemand dat zijn squat aanzienlijk omhoog is gegaan door wat tips van mij. En ja, dat geeft wel heel veel... voldoening en gewoon, ja, daar word ik gewoon vrolijk van. En dat moet ik opgeven. De reden waarom ik dat doe, en met nadruk waarom ik het pauzeer, dat is omdat er in een week 176 uur zitten. Ik werk er 80, 90 in een week. Dan hou je zo'n 90 uurtjes per week over. Als je iedere dag plus minus 10 uurtjes, een aantal uurtjes slaapt, dan hou je 8 uurtjes slaapt. Dan hou je, weet ik niet precies uit mijn hoofd, maar als ik op een avond 1 à 2 uur vrije tijd heb, dan is dat al veel. Ja, als ik daarbij ook nog YouTube moet gaan doen, dat kost verschrikkelijk veel tijd. Zo'n videootje opnemen kost niet zoveel tijd, maar het bewerken, het op internet zetten, YouTube, Facebook, Insta, alle reacties beheren, et cetera, dat kost gewoon heel veel tijd. En ja, ik heb dit altijd gedaan voor het plezier. Ik wil absoluut niet een nieuwe... Anthony Cruijff worden of Joe Beukers of noem maar iets op. Ik vind het leuk als mensen naar mij toe komen en ik hun kan helpen. Als ik daarbij mensen door video kan helpen, is dat natuurlijk ook hartstikke leuk. Maar ik hoef geen, op dit moment, niet online personal trainer of iets dergelijks te worden. Het punt is met dit, ik heb een normale baan, ik heb een personal trainer baan en ik heb nog eens een keer dan, tussen haakjes, een YouTube baan. Je kan geen drie banen tegelijk onderhouden en vooral niet uitbreiden. Het onderhouden zou wel gaan, maar iets uitbreiden, ergens goed in worden, dat zit er gewoon niet in. Dus ik moet tussen haakjes het onbelangrijkste ding moet ik gewoon laten afvallen. Omdat er komen klanten naar mij toe en die verdienen gewoon echt compleet al mijn aandacht. Als die hier komen, moeten hun resultaten halen. Tot dusver gaat het altijd goed. Alleen... er is altijd ruimte voor verbetering. Altijd. Ook daarin, ook voor mezelf. Dus bij deze pauzeer ik YouTube. Ik zal echt nog heus wel als iemand een reactie plaatst, weet je, zal ik hem even lezen. Maar dat zal niet meer iedere dag worden. Misschien dat ik eens in de week of om de twee weken kijk. Platform waar ik wel nog verder op ga is uiteraard Facebook. Ik heb mijn eigen account. En natuurlijk de Total Strength bedrijfspagina is te vinden hieronder in de link, of je typt Total Strength op Facebook in, is het erg wel te vinden. En de rest, spijt me zeer, gaat op pauze. Natuurlijk, als laatste, voordat we naar de sterkste manwedstrijd gaan, wil ik echt iedereen bedanken. Er zitten ook echt gewoon CF Spotted NL, Matt Mohawk, en zulke soort mensen die gewoon standaard bijna onder elke video reageren, fantastisch. Alle paar honderd mensen die iedere keer weer kijken, echt fantastisch. Maar op dit moment is mijn leven zo verschrikkelijk druk dat ik gewoon moet pauzeren. Of ik binnen een maand terugkom, of ik binnen een jaar terugkom, weet ik niet.
Er is op het moment wel wat groots aan de hand in mijn leven. Daar zullen echt nog wel wat foto's over komen op Facebook en noem maar op. Ja, ik kom in ieder geval weer een stap dichter bij mijn doelen. Daar komt het op neer. Als je mij wil volgen, je bent genodigd. Als je mijn privéberichtje wil sturen, mag altijd natuurlijk. Net wat ik zeg, via Facebook reageer ik vrij snel. Maar bij deze, helaas. Gewoon helaas. That's it. Total strength, ignite your fire and grow stronger. Peace! Stop! En de vrachtauto! Ja. Op met zo! Haha, daar gaat ie hoor! Goed zo, houd het erin! Ja, dat is mooi, Truppe Seidelaan, Stolwijk! Elk jaar zetten ze het nieuws van het nieuws in! De beste chauffeur van Nederland, Sander de Kwaaste! 3, 2, 1, start! Nee, klopt! Vrachtwagen ook, dat is hem! Aha, 9 ton! 9000 kilo! Zit op, joh! Die op gang krijgen, natuurlijk gaat het hier een beetje door de kuilen. Beetje. Hier moet het te doen zijn. Wij gaan tempo maken nou. Ja, zo wil ik het horen. Applaus. Raymond Schultz. Goeie leeftijd. Voor deze sport. De sterkste man. Dit is natuurlijk geen enkel probleem. Ja, ja. Oh. Hey. Oh. Zo. Ja. Prima dromen, dat zijn punten. Meter, nou, dat vind ik wel heel knap. 10 meter was het. Ja. Zo. Hey! 5 meter natuurlijk een hoogte hoor. Oeh. Hop. Oeh, wel hoog genoeg. Nu zal die moeten. Dijkwerker heeft het nog steeds vast. Hou vast dat ding. Hou vast. En stop de tijd. 41. Allemaal? Ja, hij heeft recht. Wat vinden jij allemaal? Mijn vriend. Tijd loopt. Ja. Kom op, hè. Ik ken niet. 55. Hoi. Moet er een minuut. Hij moet er een minuut. Hij moet er een minuut. Stop de tijd. 1 minuut 1. Tijd loopt. Hij die steen op zijn knieën krijgen. Hij moet geladen worden. Kom op! Ja, hij mag niet rollen. Hij moet getild worden om die knieën zien te krijgen. Om die knieën ja. Te krijgen. Ja! Ja! Daar Nederland. Kama! Dit is waar. Je kan het. Kama! Niet op die kant. Niet op die kant. Ja, dit is het. En door. Nu voor de beeld. 100 kilo. Ja, het blijft allemaal 100 kilo. Je kan geen kant meer uit. Kan hij die bils ook? Hoe pakt hij die bils? Hoe pakt hij die bils? Is hij te pakken? Is hij te pakken? Moet hij hem voor de buik pakken? Oeh, ja, blijf er even bij. Marco, ja. Kan hij, of moet hij hem voor de buik tillen? Dan moet hij hem voor de buik pakken. Pak hem maar voor de buik. Ja, zo even. Ja. Naar voren voor dat is. Kom op! Ja! Ja. Man, 100 kilo. En dan die moet erop. Hij moet even op zijn handen denken. Ja, die. Oké. Okay. Nu moet hij met die twee bier varen. Ja, hij moet dit klussen. Ik vind die tijd niet belangrijk. Maar die jongens een energie leveren. Hij moet die klus afmaken. Nu die bier varen. Eén van de zware onderdelen van de dag. Natuurlijk. Is het tillen nog? Is het nog kracht? Krijgt hij dat zwart omhoog? Hier is het zwaarheid. Hier moet hij. Kijk eens even, dit is wonderzwaar. Wat een energie, wat een kracht. Wonderzwaar. Kan hij hier de later eens finishen? Krijgt hij de vingers er niet tussen? Die heeft jou! Yeah. En de laatste. Ho, moedig hem aan voor de laatste vingers. Hij moet naar die finish. Wat een energie. Dit is echt zwaar. Dit is het zwaar. Oh, nog één vaartje te gaan. Hij moet het afmaken, dat is zijn gevoel. Maar dan zit hij niet lekker. Kijk eens, heeft er weer vast. Klopt, gaan we naar de
100 kilo. Hij is te wagen. Kan hij hem op die wagen krijgen, de 100 kilo? Kan hij hem op een wagen krijgen? Oh, ik was al zo meneer ook. Rustig, neem je tijd. Heeft nog tijd. Tot onderdeel. Maatrees, verhuizen. Krijgt hij het gewicht. En hij pakt het vat. Hij pakt het vat en hij pakt het. Heeft hem nog steeds vast. En hij moet even dat hupje maken. Kom, moedig hem aan, mensen. Oeh. Ik wil hem niet afmaken. Kom op. Oeh. Kan ik ook hebben? Ja. 4 minuten. Hij heeft nog tijd. Om het te finishen. Ik gun het. Ik gun het. Groot applaus voor hem. De steen. Prima. Prima de steen. Nu zal hij naar de Biels moeten. Aan de kant hebben die Biels. Die kan natuurlijk. Wat probeert hij? Kan hij hem op het schouder of kan hij niet? Hij pakt hem op het schouder. Zo. En hier gaat hij met een superstar. Oh, hij moet erop. Hij moet erop. Hier verliest een seconde. Hier verliest een seconde. Oh, dat ging in de moet hij erop, hij moet op zijn vingers nemen. Nee, we moeten nog maar tijd. Neem de tijd, dat ziet er snel uit. Hij moet erop, hij moet erop. Lekker schaats. Kom op, kom op. Dit hoort mij. Hij moet nu. Hiervan, kijk, hij heeft het vast. 100 kilo. 100 kilo. Want dit, hij moet erop. En die gaat erop. Die gaat erop. Overop. Nu al een pijlijn. Maar het laatste vast. Je kan het, schat. Kom op. Hier, en nog een keer die 100 kilo. Een vat vol met grind. Hij pakt hem weer op. Je kan het. Wat hem. Hij pakt hem weer op. Niet te geloven. Niet te geloven. Die moet je op die wagen. Die moet je. Ja. Ja. Daar gaat hij. Nou, prima. Heeft ze goed vast. Heeft ze goed vast. 50 kilo in elke hand. Totaal 100 kilo. Oh, geen snapper. Je staat niet in beeld. Hier pakt hij een prachtige 10 meter. Hier pakt hij een prachtige 10 meter. Ziet er goed uit. Ziet er 26 uit. Jaar Rotterdam. Hier heeft hij 20 meter. Rustig door, dan zijn we. Prima. Netjes. Heeft ze goed vast, hoor. Heeft ze goed vast, hoor. Oh, hier. Gaat hij naar 30 meter? Zo! Gaat hij weer verder? 30 meter! Hij weet dat daar 4 centimeter. 31 meter! Mooi zin hoor! Nee, geen probleem! Het ziet er goed uit! Grote stappen! Geef een applaus, jongens! Raymond! Grote stappen, deze man! Ja, daar kan ik ook niks aan veranderen. Hier pak je 20 meter. Hier pak je 20 meter. 26 jaar. Lekker kerk. Zo, hij loopt mooi rechtop. Perfecte techniek. Hier gaat hij naar 30 meter. Raymond. Oh, hij loopt perfect hoor. Daar pakt hij de 40 meter. Moedig hem aan, mensen. Kom maar. 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 Hij gaat. Ja! Hij gaat over de timmerman heen! 50 meter! 50 meter hier! En hij heeft ze nog steeds vast! Hij moet zo ver! Oh! 50 meter! Woe! Knap hoor! Op die barst. En nu probeer uit te stoten. Nu probeer uit te stoten. Had hij hem boven de macht helemaal gestrekt, dan zal ik tellen. Kan hij hem uitstoten? Op die bal en uit die. Geef me een plas! Uit die benen drukken. Uit die benen drukken. Hup, op, druk hem omhoog. Nee, zeg. Applaus. Proberen. Applaus voor deze deelnemer. 3, 2, 1, start. Tijd loopt. Tel mee, mensen. Woo! Dat kan allemaal. Zes. Laat je horen, Berkenwoude. 7. Ja, dat is hard. Beetje achteruit. 7 keer. Dat breek je in de poten. Ja. 7 keer. Nog 20 seconden. Moedig hem aan, mensen. Kom op. Nog 20. Woe! Kom op, Rijnpie. 8. Ja, hoor. 8. Beetje terug, want dan moet er niet het publiek. Vooral de HBO's zitten zelf ook nog. Nog 5 seconden. 8. Nog 1. Kom op! 9! Yeah. Yeah.
stop de tijd. Later eens uit de kijk. Ja, daar gaat hij. Het is 47 seconden. En door. 47 seconden. Eén steen. Pijnlijk momentje. Hier gaat hij naar die 110. Oh, hier gaat hij naar die 110. Ik hoor jullie niet, mensen. Kom op, tandje erbij, toeschouwers! Okay. Hij gaat naar de 90 kilo. Ja, ja. Kilo. Kijk eens. In 5 seconden is hij de eerste man die 110 erop heeft. Kom mensen, laat je horen. Dat is een gewicht, hoor. Dat is een gewicht. Krijgt hij krijgt hem op de knie. Ja. Hij krijgt hem op de knie. Jongens, 20 seconden. Uit lekker kerk, 110. Nu gaat hij naar de 120 kilo. Ga je helemaal een hart op. Is hij de eerste man? Kom mensen, hoe dan maar. Is hij de eerste man? En de dingen, ja, help me die dingen. Ik zou het niet doen, maar goed, hij doet het wel. Ze glijden, zeg ik alle kanten uit. Nee. Hij blijft.